Het is eind maart. De coronacrisis is eigenlijk nog pas maar net begonnen. En ik zit hier in een park, in het weggaande zonnetje. En ik voel me gelukkig. Is dat niet raar, dat je gelukkig kan zijn op zo'n moment, wanneer er van alles speelt in je leven en om je heen? Wanneer je in sociale isolatie bent en eigenlijk niemand mag zien, terwijl we weten van psychologische inzichten dat mensen hele sociale dieren zijn. Zou ik niet heel erg ongelukkig moeten zijn? Ik neem jullie mee naar binnen en ik vertel jullie meer over geluk. Laten we dus praten over geluk. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen is: wat is geluk nou eigenlijk? Het is natuurlijk makkelijk om daarover te praten, maar laten we eerst eens kijken naar wat de literatuur of wetenschappers eigenlijk zeggen over wat geluk is. En als je dan kijkt naar definities van geluk, dan komen er een heleboel definities naar boven. Hele oude definities van filosofen, van voor de jaarwisseling al, maar ook relatief nieuwe definities, omdat het een nieuw vakgebied in de psychologie is. Positieve psychologie heet het ook wel, dat ook kijkt naar hoe mensen gelukkiger zijn en hoe ze positiever of beter kunnen functioneren. De laatste versie van de definitie van geluk, die van de positieve psychologie, wordt vaak gezegd dat geluk uit twee delen bestaat. Het eerste deel, en dat zal jullie misschien niet al te zeer verbazen, is dat je gelukkig bent wanneer je positieve gevoelens ervaart. Dus hoe meer positieve gevoelens je ervaart, hoe gelukkiger je over het algemeen bent. Hoe minder positieve gevoelens of hoe meer negatieve gevoelens je ervaart, hoe ongelukkiger je over het algemeen bent. En het grappige is dat als je kijkt naar verschillen in culturen, dat elke cultuur een soort van zijn eigen set van positieve gevoelens heeft die tot geluk leidt. In onze westerse cultuur zijn dat gevoelens zoals blijdschap of euforie of enthousiasme. Dus dat zijn hele actieve positieve gevoelens die je ook met grote gebaren kan uiten. Maar wanneer je naar Oosterse culturen kijkt, dan zie je dat gevoelens als kalmte of tevredenheid of verbondenheid veel belangrijker zijn voor mensen hun geluk. Dus het kan echt per cultuur verschillen welke positieve gevoelens het meeste bijdragen aan een geluksgevoel dat mensen hebben. Nou is het wel zo dat als we kijken naar gevoelens, dat dingen zijn die je eigenlijk maar heel kort voelt. Dus een emotie of een gevoel voel je vaak een minuut of 10 maximaal. En daarna hebt dat gevoel eigenlijk wel weer weg. Terwijl als je mensen vraagt naar hun geluk, dan vraag je ze eigenlijk om op een ietsje langere tijdspanne te kijken naar hoe ze zich voelen of ze gelukkig zijn of niet. Dus we hebben nog een tweede deel nodig om te kijken naar hoe gelukkig mensen zijn. En dat is een doel hebben in je leven. Dus het is zo dat wanneer mensen een doel hebben in hun leven, dat heel erg bijdraagt aan hun geluk. Dat betekent ook dat als je geen doel hebt in je leven, dat actief niet bijdraagt tot je geluk. En een doel hebben in je leven hoef je helemaal niet in maatschappelijke termen te zien, als in je moet veel geld hebben of je moet een goede carrière. Het kan ook zijn een doel is je kinderen zo goed mogelijk opvoeden. Of in mijn geval zoveel mogelijk mensen belangrijke dingen leren. Dus als je kijkt naar geluk, kun je eigenlijk deze zin gebruiken. Je bent gelukkig als je gelukkig bent in je leven, op dit moment. Hoe voel ik me nu? Ervaar ik positieve gevoelens? En met je leven, vind ik dat mijn leven ergens heen gaat of niet? Vind ik dat mijn leven een doel heeft of niet? En ik zou willen zeggen dat wij allemaal op een bepaalde manier op zoek zijn naar geluk. Dus alle dingen die we doen, die zijn uiteindelijk bedoeld om gelukkiger te worden. Tenminste, dat is waar filosofen, maar ook psychologen van uitgaan. En daar vind je meteen een soort van een ingewikkeldheid. Want wij zoeken geluk in positieve gevoelens. Zoals het kopen van spullen, het doen van uitjes. Je op een bepaald moment in ieder geval fijn voelen, naar het café gaan om daar gezellig te drinken. En al die dingen zijn natuurlijk heel belangrijk voor geluk. Maar wat we minder doen is bezig zijn met het doel in ons leven. Dus we denken minder na over wat maakt nou eigenlijk dat we ons nuttig voelen en wat maakt nou eigenlijk dat we erbij horen. Oftewel, wat maakt dat je 's ochtends opstaat? En dat is vaak niet alleen maar het zoeken naar positieve gevoelens, maar je staat 's ochtends op uit je bed omdat je een doel hebt, omdat je iets wil bereiken, omdat je ergens voor wil gaan. In die zoektocht naar geluk is een andere belangrijke vraag of je je geluksniveau eigenlijk kunt beïnvloeden.
En dus kun je zelf dingen doen om je geluk te veranderen. Want als dat niet zo is, hè, als je geluksniveau eigenlijk gewoon vaststaat, dan maakt het niet uit wat we wel of niet doen. Dus ervan uitgaande dat je je geluksniveau kan beïnvloeden, heeft het dan ook zin om te gaan zoeken naar wat zorgt er dan voor dat ik gelukkiger word of minder gelukkig. Als antwoord op de vraag kun je je geluksniveau beïnvloeden, zijn er eigenlijk een soort van drie antwoorden. Het eerste antwoord is dat 50% van je geluksniveau beïnvloed wordt door aanleg, oftewel je genen. Dus 50% van hoe gelukkig je over het algemeen bent, wordt bepaald door je genen. Dat is altijd een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar ik ga het toch proberen. Als je bijvoorbeeld één-eiige en twee-eiige tweelingen vergelijkt, één-eiige tweelingen zijn qua genen helemaal hetzelfde. Twee-eiige tweelingen lijken qua genen evenveel op elkaar als elke andere broer of zus. En dan kun je daarin zien dat het geluksniveau van één-eiige tweelingen veel dichter bij elkaar ligt dan het geluksniveau van twee-eiige tweelingen. En daarmee of daaruit kunnen psychologen of onderzoekers zien in hoeverre je genen nou eigenlijk bijdragen tot je geluksniveau. Dus 50% van je geluk wordt bepaald door je genen. Dus die bepalen een soort van het startpunt van je geluksniveau. En als we nou eens kijken naar een geluksschaal, waarbij 1 staat voor heel erg ongelukkig en 10 staat voor helemaal gelukkig, en 5 en 6 zitten dan een beetje in het midden, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je genen bepalen dat je startniveau van geluk over het algemeen, zeggen ze even, een 7,5 is. Als je pech hebt, kan dat ook een 3,5 zijn. Ik ken niet zo heel veel mensen die op zo'n ongelukkig niveau zitten. Maar laten we even van het positieve uitgaan en ervan uitgaan dat je genen bepalen dat je over het algemeen, zonder dat je daar ook maar iets voor doet, ongeveer een 7,5 gelukkig bent. Dus dat is dan wat de aanleg voor je bepaalt. Daarnaast bepalen je omstandigheden voor ongeveer 10% hoe gelukkig je bent. En je omstandigheden kan je aan een heleboel dingen denken. Bijvoorbeeld je leefsituatie, of je alleen leeft of getrouwd bent. Over het algemeen zijn mensen die getrouwd zijn gelukkiger. Of je kinderen hebt, over het algemeen, en dat zou je misschien anders verwachten, zijn mensen die kinderen hebben, in ieder geval jonge kinderen, ongelukkiger dan mensen die geen kinderen hebben. Dat is weer een onderwerp voor een heel ander college, dus die laat ik hier eventjes liggen. Maar er zijn ook een heleboel omstandigheden waarvan wij denken dat ze ons geluk zullen brengen. Bijvoorbeeld hoe meer geld, hoe meer gelukkig ik zal zijn. Of als ik beroemd word of bekend word of baan die me in de spotlight zet krijgt, dan zal ik daar ook gelukkiger van worden. Of bijvoorbeeld aantrekkelijkere mensen zijn gelukkig. Dit zijn allemaal omstandigheden waarvan wij denken dat ze ons gelukkiger maken, waarvan het blijkt dat dat niet zo is. Maar er zijn wel andere omstandigheden, hè, zoals die leefsituatie, zoals of je een fijne baan hebt enzovoort, die wel degelijk een invloed kunnen hebben op je geluk. Dus om dat maar weer eens op die schaal te laten zien, het startpunt waren je genen, dus die bepalen of je tussen de 7 en 8 gemiddeld gelukkig bent. En dan je omstandigheden maken daar nog een beetje verschil in. Dus je omstandigheden blazen je een beetje naar een 8, als die positief zijn, of blazen je meer richting de 7 als die negatief zijn. Maar die omstandigheden hebben dus eigenlijk maar een klein effect op je geluk, ongeveer 10%. De derde pijler van geluk, of het derde ding wat bijdraagt aan je geluk, is bewust gedrag. En dat is gedrag dat jij zelf kunt doen of kunt laten. En dat gedrag heeft een groot effect op je geluk. En als je mee hebt geteld, zie je dat bewust gedrag 40% van je geluksniveau bepaalt. Dus 40% van je geluksniveau kun jij zelf beïnvloeden. Je genen kun je niet echt beïnvloeden. Je omstandigheden tot op een zekere hoogte. Maar je bewust gedrag, gedrag dat jij elke dag weer opnieuw doet om gelukkig te zijn, om je gelukkig te voelen, bepaalt 40% van jouw geluksniveau. Dus als we de rode pijl weer zien als je genen, het startniveau, en het paarse dingetje zien als je omstandigheden, wat een klein invloedje heeft op je geluksniveau, dan zul je zien dat je bewuste gedrag, en dat kan zowel negatief als positief bewust gedrag zijn, nog een heel groot effect heeft bovenop die twee dingen die we al eerder genoemd hebben. Dat bewuste gedrag. Weet jij voor jouzelf welk gedrag je gelukkig maakt of gelukkiger maakt? Heb je dat voor jezelf helder? En als je nu denkt, misschien niet helemaal,
dan zou het wel eens interessant zijn om een lijstje te maken van dingen waarvan jij denkt dat ze jou gelukkiger maken. Dus ik zou je willen uitnodigen om dat voor jezelf te doen voordat je naar de volgende video's gaat kijken. In deel 3 van de geluksvideo gaan we daadwerkelijk kijken naar strategieën die je kunt gebruiken of gedrag dat je kunt inzetten om daadwerkelijk gelukkiger te worden. En het zou leuk zijn, denk ik, om dat gedrag wat ik jullie dan ga uitleggen is te vergelijken met het lijstje wat je zelf hebt opgeschreven. Om te kijken of je inderdaad goed wist welke gedragingen jou gelukkiger maken. In deel 2 van de geluksvideo's gaan we eerst kijken naar waarom vertonen we nou zo vaak gedrag dat ons niet gelukkiger maakt. Dus hoe kan het nou dat we met z'n allen gedrag vertonen waarvan we denken dat we er gelukkiger van worden, terwijl dat helemaal niet zo is? Dat komt in video 2, dus klik snel door. Oh, en ik vergeet iets. Heel dom. Ik heb nog een boek voor jullie. Het boek Op naar geluk van Ab Dijksterhuis. Mocht je dus meer willen weten over geluk, dit is een leuke om te lezen. Als je daar geen zin in hebt, kun je natuurlijk gewoon naar deel 2 en deel 3 van de video's kijken. Dag!